Jij moet maar gewoon een beetje de leiding nemen. Ik volg me. Ja, het is wel een beetje gek om na zo lang hier weer te zitten, maar we hebben een doos. We hebben schoenen gekocht. En niet voor onszelf. Nee. De real life unboxing, jongens. Wat jullie zien in de titel en de thumbnail is waar. We hebben een baby schoenen voor onze baby. Nou, ik was helemaal huis. Je weet waarom, omdat je het raar vindt om het op beeld te zeggen. Ja. Ik vind het ook wel gek om het te zeggen op beeld of zo. Je loopt toch nu zo'n 12 weken rond met het idee dat je een kind krijgt en je vertelt het aan niemand. Nu opeens kan je het gewoon zeggen en dan mensen mogen het weten en je kan er blij om zijn. Je kan er al blij om zijn, maar nu kun je er echt blij om zijn. Ja. Ja, dit was echt een ongemakkelijk begin. Maar wel vet, want het is voor het eerste keer geen clickbait. We hebben namelijk al eens eerder geclickbait, maar wij worden ouders. Toen hadden we een kat. Hé, daar heb je ze. Nu is het echt. We worden echt ouders. Papa Lars, mama Nicole, bijzonder. Ik moet even mijn tranen weg voordat we verder gaan. Dat snap ik. Voor sommigen komt het misschien als een totale shock. En dat zou ik ook wel verwachten, aangezien je misschien niet denkt van... Hey, Lars en Nicole die hebben een kind nodig. Maar we willen dat wel heel graag. Niemand heeft een kind nodig. Nee, dat is raar te zeggen. Ja, ik weet niet hoe je dit soort dingen zegt. Het is allemaal nieuw voor mij. Een beetje wennen. Het is gelukt. Het zaad werkt. Lekker. Normaal gesproken zouden mensen dus hele leuke beelden delen van dat je dan met zo'n zwangerschapstest aankomt. En dan, die hebben wij alleen niet. Want ja, het kan ook wel eens niet goed gaan. En dat is ook wel iets belangrijks om te vertellen. Moet je nou... Ja. Nu is het goed. Vergeet dat. Ja. We houden het wel graag vertellen. Ik en jij ook. Ja. Maar goed, het is ook bij ons niet goed gegaan. We hebben ook twee keer een miskraam gehad. Of Nicole, want bij mij... Gebeurt er niet zoveel. Komt er gelukkig niks met je Het is allemaal raar als het begint te bloeden opeens. En we lachen er natuurlijk een beetje weg. Maar het is wel een hele rottige periode geweest voor ons. En het zit nu goed. We hebben goede echo's. De kans is heel klein dat zoiets nu nog kan gebeuren. En natuurlijk kan het altijd fout gaan, want het is de natuur. Ja. Je weet niet wat er gebeurt. Ja, dat is ook iets wat we dit jaar en eind vorig jaar samen hebben meegemaakt. Ja, en eigenlijk dat... precies deze periode. Ja, precies deze periode. Gewoon met kerst. Dus het is nu voor ons heel mooi dat we deze kerst en het nieuwe jaar in kunnen gaan met goed nieuws. En dat we dat ook met jullie kunnen delen. Ja, wat valt daarover te zeggen? Wij wouden het graag wel laten weten dat dat soort dingen gebeuren. En dat het daarom misschien ook wel nice is als je niet zomaar naar iedereen maar stuurt. Ben je zwanger? Is Nicole zwanger? Krijgen jullie een kind? Want soms kwamen die berichten net op het moment dat het even niet goed ging. En dan lees je dat toch helemaal niet zo leuk. En ik snap natuurlijk dat iedereen... Het is nooit leuk. Want dat eigenlijk zeg je als iemand, ben je zwanger? Zeg je eigenlijk gewoon, je bent dik. Dat is sowieso al de vraag. Ja, je gaat sowieso niet zeggen, ben je zwanger? Of iemand ziet jou opeens augurken met ham eten. En maar denkt, die vind ik al mijn hele leven lekker. Ja, dus dat heeft niks ermee te maken. Het zou ook uit goede bedoelingen kunnen komen. Ja, maar je moet het dus niet doen. Want wij hebben dat ook gehad. En ik heb dat echt gemerkt. Dat altijd op het moment dat je denkt van, oh, ik moet ongesteld worden of ik ben zwanger... En dan word je ongesteld en dan krijg je zo'n bericht dat je denkt, Jezus. Dat is geweest. Dat is de pest. Er zit een baby in mijn buik. Er zit een baby in je buik. We weten nog niet wat het wordt. Nee. En dat gaan jullie ooit een keer zien in het hele proces. We weten wel ongeveer wanneer het komt. Dat gaan we ook niet zeggen. We weten dat het er één is. We weten dat het er één is. Dat al te stressen. En voor de rest, wat voor dingen deel je nog meer? We gaan niet precies delen wanneer het komt. Omdat het in die periode vanzelf wel opeens zijn wij weg. En dan, we zijn er weer. En nu hebben we een derde gezinslid. Ja. Ik denk dat er anders zoveel druk op zit van, is het er al, is het er al, is het er al, terwijl... Ja, ja. We hebben het wel eigenlijk nu op dit moment, natuurlijk, het staat op Instagram, heel internet weet het. We hebben het daarvoor ook al allemaal vrienden en familie verteld. Maar toch, omdat het dan ooit ook niet goed is gegaan, ga je dat dan toch niet filmen. En ben je toch op een andere manier hyped daarvoor. Ja. Het is wel heel spannend. Het wordt elke keer extra spannend. En kijk, de eerste keer als je het aan je ouders vertelt en we hadden het toen nog niet aan heel veel andere mensen verteld. De eerste keer hadden we het aan bijna niemand verteld. Nee, maar dan is het echt... Wow, en weet je wel, toen hadden we ook echt speciaal. Allemaal leuke cadeaus voor iedereen gekocht. Dat we dachten, als het dan straks 12 weken zijn, dan kunnen we het aan iedereen vertellen. Maar toen waren we nooit tot die 12 weken gekomen. Nee, nu gebeurt het dan wel. Maar omdat je ook weet dat het in het begin vooral fout kan gaan, vertel je het dan wel aan mensen om gewoon je ei kwijt te kunnen. Van, ik ben zo zenuwachtig. Ja. Maar dan film je dat eigenlijk niet. Dus we hebben niet echt wat gefilmd. We hebben niet echt heel veel op beeld gelegd. Maar aan de andere kant is dat ook wel eens lekker. Dat je gewoon weet van, het is iets wat in ons eigen hart zit en het internet heeft iemand. Momenten niet gezien. Voor iedereen die dit kijkt en denkt van, Lars, waarom de fuck heb je het mij niet verteld? Waarom moet ik het via het internet weten? Dan is onze connectie niet super goed. Dan straks boeit ben je mij echt niet. Iets vet iemand vet belangrijk. Dat kan ook. Als je nou echt heel belangrijk bent en ik ben je vergeten, sorry man, of vrouw, of het, een, de, oh.
Ja, jullie horen het niet, maar opeens knettert mijn haartje. Ik had hem op mute gezet. We hebben nu nog wat leuks, maar ik wil jullie wel alvast vertellen waar we het straks nog even over gaan hebben. Want je hebt het misschien wel gezien dit jaar. Ik ben niet heel actief geweest op YouTube, op social media in zijn algemeenheid. En we gaan het ietsjes anders aanpakken. Ik blijf, vanaf nu ben ik er weer. Ik ga weer dingen uploaden. Maar na hetgeen wat wij nu gaan doen, ga ik jullie vertellen hoe dat zit. Want nu heb ik namelijk de grote zwangere vrouwen en mannen quiz. De mensen in verwachting, wij zijn in verwachting en hebben een quiz. Hey, ik heb een vraag voor jou. Oké. Dat vond ik heel toepasselijk, want dit doe je niet. En misschien moet je het doen. Als je zwanger bent, helpt een dagelijkse wandeling tegen... Alles, maar ik doe het niet. Wacht even. Ik wil daar wel bij zeggen, mijn energielevel is eigenlijk al de afgelopen weken en nog steeds op schaal van 0 tot 10. Ja. Min 10. Ja, oké. Dus dat moet ik bijzeggen. Tegen wat helpt het? A. Rugpijn. B. Misselijkheid. C. Krampen. D. Spataders. Alles. Nee, het is dus spataders. Oh, ja, maar ik loop wel. Ja, maar waarom is het nou weer spataders? Als het nou misselijkheid was, kijk, dan was ik nu ineens gaan lopen. Want dan had ik dat ik had het ook gehoopt. Ik had niet naar het antwoord gekeken. Ik dacht van, dat is 100% iets van misselijkheid of rugpijn of zo. Dan ben je lekker in beweging. Ik denk dat het wel voor rugpijn ook helpt, dat je gewoon in beweging bent. Voor misselijkheid weet ik niet. Dus, tip van Flip, meer in beweging. Kijk, jij bent zwanger, ik ben opeens, voor de mensen die mij volgen op Instagram, vet aan het hardlopen, gymmen, hier muscles, afgevallen, maar jij het niet. Ik doe nog minder dan normaal. Ja, dat snap ik, want je hebt een kind in je buik, het doet allemaal shit. Maar, ja, ik ben aan het laten groeien. Komt die eigenlijk ook in je buik? Nee. Hoeveel procent van de vrouwen bevalt na het 30ste? Wil niet zeggen dat je oud bent, maar 26 is nog niet geen 30. Ik ben echt over een maand 27 al. Je bent 26. 40%. Wat? Lekker. Precies echt goed. Goeie. Ja, echt, ik zweer het. 100%, 40%. Nou, ik zat te denken, want er zijn... Eigenlijk als je een procentvraag goed hebt en je zegt het is 100%, 40%, klinkt raar, maar het is wel goed. Nee, maar ik zat te denken, want er zijn heel veel mensen die voor hun 30ste zwanger worden, maar er zijn ook best wel veel mensen die pas na hun 30ste een kind willen. Wij wouden het wel, tenminste. Ik wist het nooit wanneer ik het wou. Ik wilde het eigenlijk al heel lang. En toen was ik met Timo en Tim op vakantie in Kroatië. En toen zag ik allemaal vaders met kinderen lopen en ik was met die jongens gewoon aan het praten. En ik weet niet, er klikte iets in mij dat ik denk van... Nu is het moment dat ik wel klaar zou zijn voor een kindje. En dat heeft ongeveer 1,5 jaar geduurd. En dan nu zitten we hier. Dus zo zie je maar. Het is ook niet zo vanzelfsprekend dat als je denkt, we zijn er klaar voor. Het is er morgen of over 9 maanden. Het kan best wel even duren. Dus hou dat in gedachten. Maar... Klinkt niet om zielig te doen of iets, maar meer gewoon om de mensen even een check te geven van hé, het is nog steeds het leven. Wat mag je absoluut niet eten tijdens je zwangerschap? Noem 10 dingen. Ja, maar er is zoveel. Ja. Geen rauwe vis. Yep. Geen garnalen, oh die mis ik dat zo. Dat is rauwe vis. Nee, dat is een schaaldier. Oké, okay, bom. Kijk, je mag wel koffie, maar niet veel. Absoluut niet. Koffie mag je wel een beetje. Ja, alcohol. Uranium. Oh. Zeg nou shit, jongen. Ik heb even een blackout. Rauw vlees. Rauw vlees. Kijk. Ja, je zegt rauwe vis. Had dan gewoon gezegd zalm, tonijn. Ja, maar zalm mag je doorbakken. Ja, oké, okay, maar rauwe zalm, rauwe tonijn. Ja, maar dat biefstuk, is dat. Rauwe... Ja, maar hey, nee, zo doe ik het niet. En het is sowieso... Je want hebt kijk, er nu 4 van de 10, hè? Je had echt wel 10 dingen kunnen bedenken. Je moet dit weten. Hallo, noem jij even dingen op dan die jij nog weet? Ik mag alles eten. Ja, maar jij houdt ook rekening met mij. McDonald's ijsjes, want die ijsbouwmachine kan gevaarlijk zijn. Niet per se McDonald's ijsjes, maar gewoon überhaupt soft ijs. Hond. Ik denk niet dat je nu een hond mag eten. Ik denk ook dat ik geen kat mag eten. 7 heb je er al niet van. Goudvis mag ook niet. Misschien kijkt er wel iemand nu die hartstikke zwanger is en denkt, mag ik geen... Ja, maar er zijn heel veel dingen die je dus alleen in mindere mate mag. Mm. Zoals leverworst zit er veel vitamine A in, dus daar mag je eigenlijk niet veel van. Okay, maar als je een beetje neemt, is het niet erg. Maar worst mag je wel. Je had ook 3 vragen van mij, als het goed is. Ik heb er heel veel, als je dat wilt. Wat is waar over de hoofd van een baby? Een geboren baby, hè? Dus ja, niet nu, want nu zijn we... Ik weet het nu al. Het hoofd van een baby, dat zit in het midden open. En het gaat zo helemaal in elkaar als het eruit komt. Ja. En als het dat geboren is, komt het langzaam uit elkaar. En hoe heet dat? Fontanelle. Ja, maar dat is niet de vraag. Pasgeboren baby's liggen het liefst op de linkerkant van hun hoofd. De hersenen zijn zo 5% van het gewicht van een baby, of het is 25% van de lengte van een baby. Wacht even, we hebben gekke ads hier, though. Waarom heeft niet iedere partner van YouTube YouTube Premium? Ja, omdat ze willen dat je het koopt. Dus ja, koop maar het ik ben gewoon. Partner. Wat is waar over het hoofdje van een baby? Ja, dat baby's liggen op de zijkant van hun hoofd. Linkerkant, hersenen 5%, ja. Of het is 25% van de lengte. Nee, het is de hersenen 5%. Nee.
Een hoofdje is een kwart van de lengte van een babylicht. Besef dat baby's echt ziek groot hoofd hebben. Stel je voor, jij bent bijna 2 meter. Jouw hoofd zou 50 centimeter zijn. Ik weet... 50 centimeter van jou is dan je hoofd van je lichaam, hè? Sloes, ik weet dat kinderen een groter hoofd hebben. Want ik gaf trampolinespringles. En wat er dan altijd gebeurde is dat die kinderen hun hoofd moesten gooien en er echt achteraan vlogen. Geef een leuke vraag waar ik als vader iets aan heb. Wat is een typisch Nederlands fenomeen? Ontbijtkoekhappen. Ik ga ABC zeggen. Oh. Vaccinaties onder een jaar, kraamzorg of je baby inbakeren? Kraamzorg. Ja, goed zo. Heel goed, ja, I know that. Ik zit dus niet echt meer op TikTok. Ik post alleen, ik kijk niet, want anders dan verlies ik mijn ziel. Maar jij stuurt mij wel allemaal zwangerschaps-TikToks. Dus al mijn hele TikTok, als ik er dan op zit, gaat allemaal over zwangere vrouwen helemaal en zo. Helemaal niet, hè? Ja, vet kut, want dat hoef ik allemaal niet te zien. Dat is toch interessant? Nee. Ik heb ook nog een boek voor jou gekocht, hè? Vorig jaar. Ja, ik ook gewoon voor boven. Jou, hè? Hoeveel luiers gebruikt een baby in zijn eerste levensjaar? Ah, die vraag heb ik ook gezien. Maar dat was tot 4 maanden. Ik denk wel 1000. A, 1000. Ja. B, 2500. C, 5000. Oké, okay, wacht even. Ik zei 1000. Ik denk wel meer dan 3 per dag. Nou, nee. Ja, maar als het 1000 is, 1500. Dat is niet de vraag. 1000, 2500 of 5000? Oh. 1500. Ja, maar 2500 is gewoon 10 luiers per dag of zo. Meer, iets bijna. Is het serieus 10.000? Nee. 10.000 zit ook niet in de vraag. 1000, 2500. Je luistert niet. 10 luiers per dag. Ik heb nooit gezegd 10.000 per dag. Ik zeg 1000. 2500. Jezus. Liever 3 luiers per dag. Een kind heeft niet dat hij zegt, ik ga nu plassen. Ochtends, avonds, middags. Dat dacht ik hoor. Oh, je hebt gepoept. Jammer, je hebt maar 3 luiers per dag. Ja, oké. Okay, s'nachts, 1 luier. Hoeveel luiers zijn het ongeveer per dag dan? Ja, fucking ja, veel. Ja, echt ziek veel. 6,8 luiers per dag. Ah, dat valt mee. Dat is ook wel gelijk een leuke voor jullie om even in de comments te laten weten. Ik ben wel van plan om een soort van vadercontent te uploaden. Niet per se allemaal met kinderen en gedoe. En het blijkt wel wat ik doe en toffe shit. Alleen, ik denk dat jullie het best komisch zullen vinden hoe ik ermee omga als vader zijnde. En ook mijn vrienden om mij heen. Want nu, als jullie allemaal weten, Enzo wordt ook vader. Dus daarin hebben we een gemeenschappelijke klik. Maar alle andere YouTube-vrienden en mijn vrienden vanuit huis, die zijn nog langer bijna niet bij het stukje vaderschap. En dat is niet erg, want sommigen hebben ook gewoon nog geen vriendin of wonen nog thuis. Dus dat is ook heel raar als ze dat zouden doen. Maar ik denk dat het wel heel leuk is om samen met hun vader dingen te doen. Om het alvast een beetje te leren. En als het kind er is, misschien wat dingen vast te leggen. Dus laat in de comments weten wat jullie willen zien. Dan hebben we nog 1 vraag. Hoeveel smaakpapillen heeft een baby? Ja, maar dit is toch geen leuke vraag voor vaders? Typ in. Leuke vragen voor aanstaande vaders. Jij hebt sowieso net op deze site gekeken. Zeker weten. Oh, ik moet echt even googlen. Ja, oké, google even. Ik weet al zo'n vraag. Ben ik verplicht om de navelstreng door te bijten? Ja of nee? Ja. Om de hoeveel minuten plast een pasgeboren baby? Ongeveer. Ah, dus dit zijn nou leuke vragen, hè? Facts. Ja. Plats. Om de hoeveel minuten plast een pasgeboren baby? Hé, dat is een goede zin. Plast een pasgeboren baby. Hé, hey, we zijn 9 jaar en 2 maanden samen. 110 maanden. Hups. Om de 26 minuten. 20. Hij was keurig close. Goed. Toch? En een baby van een half jaar. Ongeveer, om en bij, grofweg. Uurtje. Toch? Ja. Nou, hey. Ready to be... Lieve, dat is echt zonde. Sorry, dure schoenen. Hey. Die schoenen waren oprecht duur. Ja, 60 euro. Kind gaat ze waarschijnlijk niet eens dragen. Nou, maar goed, we zijn klaar voor dit avontuur. Ik hoop jullie ook. Dus vergeet niet te abonneren en mij te volgen op Instagram en alle socials om dit hele avontuur te checken. Het plan voor dit jaar is eigenlijk heel simpel. Ik heb eventjes niet geüpload omdat ik wat tijd voor mezelf nodig had. Eventjes moest kijken, wat wil ik nou? Waar word ik gelukkig van? En ik ging soms gewoon random dood. Ik had het idee dat ik een hartaanval kreeg of flauw viel. En dat is allemaal niet zo chill. You're still alive and kicking. Ik leef nog. Wat ik nu eigenlijk heb veranderd is dat ik iedere dag sport. Ik let op mijn voeding. Ik doe koud douchen. Ik schrijf dingen op. Ik mediteer. Allemaal dat, ja, een beetje guru lifestyle. Maar het helpt wel. En ik ga daar misschien wel later een video over maken met wat meer uitleg. En ook wat meer humor, want het klinkt vrij serieus. Maar het is eigenlijk allemaal best chill. Maar wat ik eigenlijk wil gaan doen is gewoon wat meer delen van mij als persoon. Met de meest gekke en gestoorde ideeën nog steeds in die video's verwerkt. Maar ja, niet per se elke week. Elke maand, elke dag. Gewoon wanneer ik denk, ik heb een toffe video voor jullie en ik ga het delen. Op YouTube is dat voornamelijk het ding, want dat zijn de tofste video's. Daar vind ik het leukst om dingen te maken. Dat kan dus zijn iedere week, dat kan dus zijn 1 keer in de maand. Dat kan zijn een keer iedere dag voor 30 dagen. I don't know, maar er komt leuke shit aan. Dan als laatst...
Wat zei ik altijd aan het eind van de video? Ik niet meer, niet pikken, vette pies. Doei. Nee, nee, maar ho. Dat is mijn collega. Ik dacht dat je dat ging zeggen. Ik denk, dat is heel raar. Nee, ik had het. Het was tof dat jullie keken. Doei. Zei je dat? Dat deed ik, ja.